Helemaal buiten valt het verschrikkelijk. Maar die keepers ook, die trainen zo achterlijk hard altijd, jongen. Ja, is dat niet goed dan? Nou ja, weet je, maar dat moet je wel steeds maar weer opbrengen elke keer. Ja. En dan, dat is voor die Krul dan wel lekker. Die heeft dan even zijn momentje van glorie heeft hij ook gehad. Ja, die vorm niet. Ja, Klaas. Ja, maar zou die Klaas hier dan nog wel een keer gaan spelen? Zou jij dat een beetje op kunnen brengen, René? Als je gewoon daar 3,5 week bent en jij speelt niet. Ja, maar Hans, je weet je plaats toch of niet? Ik bedoel, Klaas is misschien vijfde middenvelder. Nou ja, dan weet je toch. Voor hem is derde keeper. Dan weet je dat die eerste twee eerder zijn. Ja. Dat is toch niet zo moeilijk. Even Argentinië nog. Maken we kansen? Ja, hè? Nee, het is Messi tegen Robben. Ja. En degene die zijn beste dag beslist de wedstrijd. Mm. Dus als Robben weer lekker erin zit, dan pakken ze hem. Nou, die hoeft er niet lekker in te zitten. Die zit er lekker in. Ja. Maar als Messi in plaats van zijn pantoffels een keer zijn voetbalschoenen aantrekt, dan heb je een dan wordt het een ernstig probleem. Ja. Hij heeft, ja.